MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Ja, Kevin Vleter, ja, graag linksbuiten, kan ook op 10. Goede speler, veel snelheid, kan ook een goal maken. Op de training maak ik hem sowieso natuurlijk wel af, hè, met mijn doelpunten maken natuurlijk. Hè, want we rijden ook samen met elkaar, carpool in 8. Ik zeg tegen hem, als je een keer wint van mij, dan rij ik wel. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Nee, goede jong en goede speler. Julius Schroeien, wij rijden samen. Ik rijd normaal gesproken omdat hij kan niet rijden. Dus ik rijd dan meest van de dagen. Al met al is het een goede voetballer. Ja, als ik helemaal fit was, dan zou hij wel zijn plaats kwijtraken. Ja. Wat was er tot nu toe je beste MVV-ervaring? De eerste wedstrijd. Ja. Finale play-offs. De Nederlandstalige muziek, je favoriete, mag geen rap zijn. Ik weet het niet. Nee? Nee, ik weet het niet. Jorin? Ja, Hazes natuurlijk. Hè. Hazes. Welk liedje? Kleine jongen. Je favoriete boek, Gavin? Ik lees geen boeken. Nee? Nee. En vroeger ook niet van die tekenboeken? Nee, niet dat ik weet. Ik weet het niet meer. En de stripfiguur? Nee. Je favoriete? Nee, dat niet. Shimmy? Misschien? Nee, hoor. Nee, echt niet. Beste boek, Ibrahimovic. Beste speler van de wereld is? Cristiano Ronaldo. Messi. Wat is je favoriete gerecht? Roti. Ik heb niet echt een favoriete, lasagne is wel lekker. Welke sport zou je kiezen als je geen voetbal had? Tennis. Dachtig. Wat is degene zijn slechtste eigenschap? Wat is de slechtste eigenschap van Jure Gavin? Hij kan niet tegen zijn verlies. Nee, kan ik niet. Nee. Wat is de slechtste eigenschap van Gavin? Die wil nooit rijden van mij. Wat is je favoriete automerk? Mercedes. Ook. Favoriete film of serie? Prison Break. Gomorra. Wat is de favoriete app? Welke app gebruik je het meest? Insta. Facebook. Beschrijf elkaar als speler en als mens. Ja, lieve gozer, hè. Goeie voetballer. Maar hij kan ook soms ook wel koppig zijn. Ook goede jongen. Goede speler, veel snelheid en ik hoop dat hij snel fit is. Wie doet het beste bij de dames van jullie? Ik denk wel hoor. Denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja? Ja, ik denk het meteen, wel. Ja? Hoezo? Ja. Geef ze een voorbeeld, Kevin. Ja, wat voor voorbeeld kan ik geven? Praktijkvoorbeeld. Je bent een keer op stap gegaan en toen. Ja, ik spreek het dame gewoon aan. Wat is je openingszin? Van mijn openingszin? Ja. Ah, je ziet er heel goed uit. En dat trappen ze in? Ja, dat is heel, heel erg eng. Ja. Wie staat er langs voor de spiegel van jullie beiden? Ja, nee, denk niet. Denk jij dat je wel ijdel bent? Nee, ik hoef dat niet zo vaak te doen, maar hij wel voor zijn haren en zo. Hè. Ik heb het maar, ik heb altijd pet op. Ik ook. Dus ik doe dat niet. Ik denk dat we beide wel zo wel meer van worden. Ja? Wie heeft wie de laatste pannen gegeven? Kevin, nee. Ja? Hoe ging die? Was hij mooi? Ja, hij was mooi, ja. Welke rating geven jullie elkaar op FIFA? Ja, ben ik sowieso hoger. Hoe wil ik hem zo geven? Ja. 80, gewoon bij 80. Ja? Ja, 80. Is goed of niet? 80. Ja man, is goed man. Ik speel geen FIFA, dus dat is niet echt mijn ding. Ja, je kan zo mee beginnen. Ja, 65, 65 verleden. 70 is zo goed, man. Ik geef mezelf 75 geven en hem zou ik 80 geven. Ik heb er niet zo verstand van. Dus. Zou je liever met dieren kunnen praten of alle talen kunnen spreken? Alle talen kunnen spreken. Ja? Dan moet ik met dieren praten. Ja, maar wat ik moest kiezen, ja, ik ben echt een hondenliefhebber, dus misschien dat je ook daar wel eens een keer een woordje mee willen wisselen. Hè? Zou je liever teruggaan naar het verleden of de toekomst zien? Ja, sowieso de toekomst, denk ik. Ja, in Nederland. Ze hebben nergens spijt van in het verleden, dat je denkt van nou, draai ik hem even terug, dan doe ik dat goed, dat is prima. Dan zou je nog liever de toekomst willen zien. Ja, ik zie liever de toekomst, ja. Ja? Ja. Je pizza met of zonder ananas? Zonder ananas. Zonder, ja? Ja. Temptation Island, meedoen als verleider of als koppel? Verleider. Ja, ik hou niet van dat soort programma's, dus... Kijk het ook niet, maar ik weet het niet. Nee, maar je moet kiezen, hè? Dus... Ja, ook verleider. Wat is eerder, het kip of het ei? Wat dat? Het kip of het ei, wat was eerder? Is er eerder een kip gekomen of eerder een ei? Kip. Ja? Toch? Ei toch? Eerst een ei, man. Wie legt dat ei dan? Kip toch? Ja, maar... Dan komt die kip toch uit of niet? Ja,
Maar dat ei komt ook door een keer. Maar, je hebt zo'n dom. Wat? Ik weet het niet, man. Ei. Ja, het ei. Ei? Nee. Weet je het zeker? Maar hoe komt zo'n ei dan? Want er komt weer een kip. Ja, maar dat bedoel ik. Ik zeg ook een kip. Die ja? moet erin komen, maar die moet uit iets komen, joh. Ja, laat het zitten. Maar, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, nee. Ja, ik weet het ook niet. Ei, ik denk ei. Ja? Ja, ik denk ei. Hoezo, nee. denk je ei? Ja, het is hoe is dat een beeld met... Ja. Ja. Dat is moeilijk, ja. En nooit meer seks of nooit meer voetbal? Nooit meer seks, nooit meer voetbal. Die is toch moeilijker dan kip en het ei, denk ik, voor je niet hebben. Ja, klopt. Als ik nu moet kiezen, geen seks. Maar als ik stop met voetbal, dan... Ja, maar je moet eentje kiezen gewoon. Ja, we zijn nou nog toch lekker bezig toch met voetbal. Dus laat me maar lekker voetbal even dan nog. Huh? Ja. En jij? Ik moet iets van je horen hebben. Geen seks. Geen seks. Gewoon voetbal. Ja, voetbal. Ja? Ja, voetbal. Ja, dat is het toch twijfelen, hè? Dat gaat vanaf nu in, hè, dat weet je. Vanaf nu gaat het helemaal niks. Ik ga het helemaal niet doen. Dus ja, dat is Oké, boys. De fraaie assist of de lelijke goal? Lelijke goal. Ja? Ja, ik ben nu echt op goals. Dus zo. Ja, fraaie assist dan. Fraaie assist, ja. De Champions League finale spelen en verliezen of een hat-trick scoren tegen Roda? Champions League. Ja. Ja, Jori? Ja, Champions League, ja. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.